Hey, howdy folks, welkom terug bij Hakken deze week. Speciale Hakken natuurlijk, want het is weer Antwerpen tijd. Ik sta hier bij het Bart van België. Het is nog 1 kilometer te gaan en het wordt ontzettend tof vandaag. We hebben een hele speciale prijsvraag, want ik heb hier een t-shirt, dus dat lijkt me voor de aardigheid wel eens een keertje leuk. En die laat ik beschilderen met allemaal handtekeningen van elke DJ die er vanavond draait en die daar gewoon te gast zijn. Omdat ik jullie heel vaak zie met stiften en t-shirts en dan denk ik van ja, jullie moeten goed opletten. Want jullie zullen zien dat, net als nu geloof ik, komt er een lettertje door het beeld en jullie moeten ze noteren. Aan het eind van het programma heb je een woord en dat stuur je op naar postbus, bla bla bla, weet ik veel, wat hier ook ergens nu in beeld komt te staan, in Bussum. Oké dan. En dan wil ik nog één ding zeggen bij deze, doop ik nu. Belgium tot iedereen in Thailand. Here we go! Ik weet bij God niet waar ik sta. Ik weet wel dat ik hier ergens in het centrum sta met allemaal gabbers uit Nederland. En hebben jullie een beetje zin vanavond? Ja! Yeah! Nou, dat spreekt voor zeer een heleboel Thunderdome fans hier zo. Gaan jullie mee gewoon even met mij? Gaan we even een stukje hier de stad verkennen? Ja. We gaan even lopen gewoon. Ze heeft de gids! Ha, ze heeft de gids, nog beter! Dit is MC Terror. Yep. Collega van mij. En dan wat verwacht jij van vanavond? Ja, helemaal gek gewoon. Gewoon wat tof, hè? Keihard wordt het gewoon. Ja. Ik denk ook dat het gewoon te gek wordt. Wij lopen gewoon nog even verder. En dan zullen we eens even kijken hoe het hier is in Antwerpen. 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 Kennen jullie nog wel van de vorige keer? De vorige keer lagen hier dus allemaal mensen te slapen. Het is dit keer niet zo extreem. Ik ga gewoon met mensen even vragen waar ze vandaan komen en wie ze zijn en zo. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Hoe heet jij? Rowan. En jij bent? Erik. En waar komen jullie vandaan? Bij die stad. Oh, dat is best nog wel een eindje toeren. En wat verwachten jullie vanavond? Ja, hakken, hè? Feesten. Gewoon lekker klakkie dakkie uit je bolletje. Ja, drugs, ze leren het al, drugs. Ja, is er ook nog iemand speciaal voor wie jullie zou komen vanavond? Nee. Gewoon lekker voor de hakken. Gewoon hakken, de hele nacht door en door. Lekker feesten. Hoe zijn jullie gekomen? Met de auto, trein? Trein. Lijkt me wel een eind. Ja, 3 uurtjes. Is te doen. Oké, jongens, denken jullie wel. Oh, mag ik jullie wat vragen stellen? Ja, doe maar. Jullie komen uit België, neem ik aan. Ja, dat klopt. En jij bent? Kren, Evens. En jij bent? Hans. Roels. En hoe is de gabber scene een beetje hier in België, in Antwerpen? Leeft dat wat? Nee. In Antwerpen, dat weet ik niet echt. Maar in België niet echt, spijtig. Nee. Nee, hè? Nee. De zeurder was achter de muziek. Niet echt hardcore. Meer de trance-style en breakbeat en wat mellow en zo. Ja, inderdaad. Spijtig. Spijtig, hè? Ja, tuurlijk. Maar jullie zullen vast wel eens naar Club X gaan, of niet? Nog niet, maar dat komt nog. Dat komt nog? Ja. Zilver zijn we nog niet geraakt. Jullie kennen DJ Eve? Ja, een beetje. Kassen, cd's. Tuurlijk. Zijn ook vanavond een beetje gekomen voor DJ Eve? Ja, voor allemaal. Oké, jongens, ik wens jullie veel plezier vanavond. Ja, dank u. Doei. Waar komen jullie vandaan? Naar Brabant, Maden. Nee. Oh, niet zo super ver dus. Nee, Oost-Rout en Breda dus. Ja. Wat zijn jullie verwachtingen voor vanavond? Geen idee, ik ben nog nooit op een houseparty geweest. De eerste keer en erg benieuwd. Ja. Nog zo eentje die ontmaagd wordt vanavond, te grappig. Nou, dit is dus een t-shirt. Dat super toffe t-shirt. Ik ga even een handtekening zetten. Ik heb de eer om de eerste te mogen zetten.
En ik hoop, we hebben ook nog een pet trouwens, hè, erbij. Die gaat ook helemaal voor met handtekeningen. En ik hoop dat die goed volkomt. Ik ga zo even over mijn schouder kijken. Hier is nu nog niemand. Op een paar mensen na dan. Ja, sorry, ik ben op backup van de trap lopen. Het zit hier echt hoog dus. Nou, jullie zien mooi beeldschermen. Ze hebben hele aparte lampen hebben ze erboven. En die draaien zo. Heel tof, maar dat gaan jullie straks wel zien. Op een hele aparte manier, weet je. Kan ik niet uitleggen. Ja, de jongens zijn al helemaal gestoord natuurlijk. We gaan het echt tof maken zometeen. Hakken! Ja, het is natuurlijk hartstikke tof en hier staan nog meer mensen. We nemen gewoon iedereen even. Gabber heb ik ook net geïnterviewd. Staat er ook. En hier natuurlijk. En mensen die breken hier de deur bijna af. Alles goed! En we gaan nu los en kijk die mensen, er zijn er rennen hier al. Hakken! Ga je wat handtekeningen uitdelen? Op je pet? Ja. Oké dan. Omhoog trouwens. Hey jongens! Oh mijn god, kom, wat gaan we doen vanavond? Het is gewoon die baas boven baas situatie waar ik in verkeer hier ook. Die presentator weet wat ik bedoel. Oké jongens, uit jullie dakkie. Bijna moeite. Het zou bijna niet eens doorgaan. Er was het laatste moment was een zware paniek in de gemeente. Brieven van de burgemeester aan de politie en aan ons dat het feest niet door zou gaan. Maar goed, onder strenge voor veiligheidsmaatregelen mag het nu wel doorgaan. Dus kwart van hart. Ja, nou dat kan ik me voorstellen. Je ziet hier achter ons dat alles echt soepel loopt. Geen wachttijden, niks. Hoe heb je dat steeds voor elkaar? Ja, het was net even druk. Nu heb ik de politie eindelijk zover dat ze doorzien dat het nu echt door moet stromen. Want de bussen komen zo meteen aan. En dan komen er 5.000-6.000 Nederlanders met de bus. Dus gelukkig hebben we nu de ergste druk van de ketel. Dus die bussen kunnen er nu makkelijk bij. Maar goed, het is gewoon een kwestie van goed nadenken. Kijken hoeveel kaarten je verkoopt. En zorgen dat je de rest erop aanpast. Ja, precies. Ik heb ook een gerucht gehoord. Ik weet niet of het waar is.
Maar ik heb gehoord dat jullie waarschijnlijk eigenaar worden van dit ding. Ja, dat is me vanmiddag ook al 20 keer gevraagd. Nou, dat is totale onzin. Dat is onzin, hè? Ze vragen 20 miljoen gulden. Nou, ik kan het geld wel beter besteden. Ten eerste hebben we het niet. Ten tweede, nee, wat moet je met zo'n ding? Het is leuk om 2-3 keer per jaar een feest te geven en that is it. En wat volgt naar Antwerpen? Hoe zit het nu met Leeuwarden? Nou, Leeuwarden wordt waarschijnlijk eind van het jaar. Ze zijn bezig een nieuwe hal aan het bouwen. Die wordt 20.000 vierkante meter. Dus dat wordt ongeveer 2 keer de jaarbeurs. Maar goed, na Antwerpen volgt natuurlijk Nijmegen en dat is zeker net zo spectaculair als dit evenement. Ja. En Nijmegen, hoeveel parties denk je dat daar gaan komen? Want dat is een hele nieuwe locatie is dat, hè? Nou, in principe 3 in eerste instantie. En dat is dan in het zomerseizoen, omdat het ijs dan weg is. En als het de directie van dat nieuwe stadion bevalt, dan kunnen we in de winter ook gaan kijken. Maar in principe eerst 3 in het zomerseizoen. Dus dat zal april, juni en september nog een keer worden. Nou, dat klinkt dus heel goed. Ik heb net even met Sander gesproken. Ik ga even verder. Ik ga even kijken of ik wat mensen van de bussen kan opvangen. Sander, bedankt. Ik denk dat jij vandaag weer vet loopt te stressen hier binnen. Valt mij, hè, dit keer. Oké, ik zie je later. Hey. Oké. Hey, hebben jullie zijn er. Den Haag! Hey, Den Haag, hebben jullie al TMF? Nee. Dat wordt een keertje tijd, hè? Ja, beter wel, ja. Ja, dat vind ik ook. Ja, ah, ik zie het nou. Jullie zijn allemaal echt in de mood, dat zie ik. Hebben jullie video gekeken naar de bus? Nee, we hebben geen video. We hebben geen video. Nee, wat raar, man. Want er moest een band liggen van Mysteryland, weet je. We hebben wel een video, man. Maar er was geen video. Wat raar. Het was wel gezellig. Ja, sowieso. Hey mensen, ga snel naar binnen, want het is gezellig. De mensen komen de bus uit hier ook en volgens mij is iedereen hier wel een beetje in de moed om te haken. Mag ik je wat vragen, kerel? Oh, waar komen jullie vandaan? Kom maar voor de camera. Kom allemaal even. Gewoon iedereen even, weet je, gezellig. Waar komen jullie vandaan? Uit Zeist. Uit Zeist. Spialen. Was het lang rijden? Ja, 1,5 uur, man. Ja, een klein stukje. En hebben jullie ook video gekeken in de bus? Ja, Mysteryland. En hoe was dat? Relax, ben geweest. Ja? Ja. Dat was sowieso een tof feest. En voor jullie allemaal in de buurt, of niet? Ja. En wat gaan we doen vanavond? Hakken! Doe jij je groeten nog maar uit. Ja, ik wou je groeten aan Sonja. En ja, jammer dat je niet mee mag. Groetjes aan Sonja. Ja. Ja toch? Volgende keer beter. Mij ook echt. Hé jongens, veel succes hè vanavond. Marcel. See you. Go, 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 go
En terwijl jullie staan te kijken naar hoe ongelooflijk druk het hier binnen is, heb ik een paar mensen hier gevonden. Voor mij best wel bekende gabbers. Hassan, alles goed? Ja, met jou is het. En jij bent? Jelle. En jij? Marjolein. Sarah. En waar komen jullie vandaan? Amersfoort. Amersfoort. Soes. Soes. Soes, maar dat is een oud Leeuwarder hoor. Ik wil even de groetjes doen aan mijn vriendin. Beloofd, ik hou van je. Zeker goed feest. Net zo goed als de vorige keer. Ja. Eentje, en jij ook? Zijn jullie daar mee? Zijn de vorige keer ook geweest? Nee, maar het is echt een gek feest. Wat een drukte. Ja, echt een gek. Kusje voor mijn moeder. Dag ma! Hé, hey, dankjewel. Ja, jij ook gek. Thank you. Grabbekrabbek, grabbekruk! Knip. En nou, ik zit hier dus op de grabbekruk en het is gewoon kikken en blind van het licht. Wij komen uit Eindhoven. Ik uit Den Bosch, maar ik heb een vriendin in Eindhoven. En wij zijn gewoon Eindhoven de gekste. En, Eindhoven de gekste! Heel gek. Helemaal top. Helemaal gek. Ja, wij even de groeten doen aan Jacqueline en Sarah, die mochten lekker niet mee. Hakken!
De groete Landgraaf, heel Landgraaf. Ja, hele Peppermil. Hele Peppermil hokken. Man, ik ben schoon. Heel wat ik wil niet opstaan. Nee, ik mag tomaten. Jij praat. Nee, ja. Alle groeten aan Gobbis en Vladingen, alle Vladingers. En allemaal lekker hokken met deze taart op je lichaam. Hokken! Hokken. Ja, pap, man, bedankt dat wij hier naartoe mogen en heel wegel de groetjes. Hakken! Ja, ik moet naar de wc. En ik ga met haar mee. Ja. Dat gaat wel. Ja, nu niks. Feestje, dak gaat eraf, gemgaas allemaal. Bas, schiet eens op. Ja, ik ben gewoon Fried en ik was de vorige week ook op. We zien me nou voor de tweede keer weer. Haaksbergen, hakken! Ik ben van Antwerpen in hardcore, ik gewoon mijn leven. Oké. Okay. Nou, Philip, ik ben uit Antwerpen en ik wens je een geweldige verjaardag, jongen. Hartelijk gefeliciteerd. Hoi. De groet aan heel Nederland. Hi, Mr. Party, Wilco, ik hou van je. Aan alle mensen die hier niet bij zijn geweest, jullie altijd bij moeten wezen. Hakken. Luister eens even, test, 1, 2, 3, test, test. Sluit je goed aan, ja? Oké. Ik vind het kloten dat we geen TMF hebben in België. Kom, dan gaan we lekker hakken. Jongens, kom naar Thunderdome, gewoon vet hakken, niks anders vet hakken. Hey Martijn, we hebben het niet gevonden, maar we hebben Daniel het groeten voor je gedaan. Oké, hakken. Ja, hardcore doet op voor, dat is voor Evie, weet je. Evie is de 30ste jarig. Van hieruit wil ik je feliciteren, jongen. Jammer dat je hier was. Ik heb echt geen stem meer over, hè. Jezus, hé. Het is een onwijs super gek gewoon. Het is echt niet normaal. Even, zeg eens wat, joh. Ja, van hetzelfde, ja. Maar hij is echt een hele goede gozer. Even vertel eens even, heb je het een beetje nice in, Roy? Ja, ik maak hem gewoon gigantisch. Ik was de vorige keer ook. Echt gewoon een relaxed, gezellig feestje. Veel grabbers, veel buitenlandse grabbers ook. Gewoon super. Ja. Hey, ik heb je tijdje niet meer gezien. Wat heb je gedaan de laatste tijd? Ja, uitrusten. Nee, ook feesten, maar je moet goed kijken, hè. Je ziet me over het hoofd. Ben je nog speciaal voor iemand gekomen vanavond of zo? Ja, Steve is natuurlijk altijd feest, daar reden. En voor de rest komt gewoon Peter. Nee, gelijk heb je. Ja, nou ja. Hey, we gaan zo nog even een paar drinken, of niet? Ja, natuurlijk. Lekker biertje drinken. Oké okay, dan. Oké. Okay. En Roy, bedankt. Ja, even plezier. Dag, dames. Hallo. Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Nijkerk. Uit Kampen. En hebben jullie lang moeten reizen of viel dat een beetje mee? Nou, de bus vertrok om 7 uur en ik dacht dat we om 10 uur waren, maar we waren om 9 uur of zo al. Dus heel vroeg al. Nee, half 9, 9 uur of zo, heel vroeg. Dus, ja, en dat was een goede reis. Hebben jullie ook problemen gehad bij de grens of zo? Want ik hoorde dat ze aardige, serieuze controles deden. Ja, ook, ja, maar we waren wel te zwaar. En we waren, ja, we hoorden dat ook, dat ze zouden controleren, briefje gehad en zo, maar er was niks aan de hand. Niks aan de hand? Nee, ik kon gewoon doorrijden. En is er verder nog iemand voor jullie, voor wie jullie vanavond speciaal zijn gekomen? Ja, Basie Dier, King Matthew, Dark Reaper. Een hele zootje gewoon. Een hele zootje bij elkaar. Ja. Daar sluit je gewoon bij aan. Ja. Het is mijn eerste party dit en ik vind het echt helemaal te gek. Nou, ik bedoel, je kiest meteen wel een goede party uit, ja, hè, om mee te beginnen. Goed beginnen. Ah, zeker. Ja. Hey, dankjewel, ja. Hey, zie jullie straks nog. Zo machtig, hè. Ik heb gehoord dat het drukker is dan de vorige keer. Nou, zie je het resultaat, weet je. Tot ziens, tot TMF hakken. Den Haag moet TMF hebben, dat zeg je. Oké, dit was Dark Reef en Gizmo. Thunderdome 97, de zaal loopt nu helemaal leeg. Tot de volgende keer.